Ja, hij net toch gezien dat onze Niklas een baard moest laten staan om zijn littekens te bedekken met een avontuur met dat paard. Hij had ook zijn haar lang laten groeien. Maar op een gegeven moment ja, is hij natuurlijk niks. Hij naar Finn de Kapper voor een nijkapsel. Komt hij terug, had hij zo'n bos met zwarte kroeskrullen. Het zag eruit, het zag eruit. Het was net schaamhaar op zijn kop. En wij hebben maar meteen, maar zei, jullie hebben geen verstaan van mode. Ik zeg, hoezo hebben wij geen verstaan van mode? Hij zei, dit kapsel zit hij, komt uit een buksje, bij de Finn. Ik zeg, ja, maar niet bij een buksje uit de kapsel. Ik denk, uit een buksje bij de Finn uit zijn nachtkastje. Zeg, en dan denk ik tegen de buksje op zijn kop, gaan we het ook. Een plek van een paar oren staken, zo een paar benen omhoog volgens mij. Zeg, ik breng het goed af, want als de Finn goed in het buksje aankeken, had hij ook zo zijn snee op uw kop gehad ook nog. Ja, de Kroesa, dat vindt hij toch mooi, hè? Dat vindt hij mooi. Hij al zijn vrienden die je nou raad kreeg, zijn allemaal die hele kleine zwarte trubbelige mannetjes. Echt, hele kleine zwarte trubbelige mannetjes. En die hadden allemaal een bos van een Kroesa en die piel, 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 piel door het huis in en ons moeder werd er stapel gek van. En, maar ze konden ze ook niet bij de oren vatten, want ze konden gewoon niet zien van die zwarte oren en die zwarte krullen. Dus toen lagen ze hier allemaal te slapen en ik zag als moeder eens matsen. Eigenlijk met al de grachtse troppelzakken in de slaap, zijn een grote gauw waar ik tjak zo in de oren geknepen. En ik kan zijn moeder dat gewoon goed zien. Dus echt nou, binnenkort is volgend jaar onze Niklas waar hij met zijn boot langskomt. En dan stappen we van die zwarte naar van die vader action. En je ziet er dan in loopt met een gouden ring in zijn oor, dan moet er me gewoon preventief een keer onder deur laaien, want dat is altijd goed. De zak van Sinterklaas zijn dan ook die troppelzakken. Want normaal snoep uittellen, ja, daar is er bij die mannen niet bij. Die mannen, die kleine mannen, gaan ze eerst heel huis vol met snoep gooien. En dan hebben ze een paar die gaan dan op de handen lopen, zodat ze het gruis van die pepernoten tot in de diepste poriën van hun vloerbedekking door laten dringen. En dan snoept het allemaal over een datum, een tie time, een kronenbrek, een schuimpje keihard, de vullingen staan te rabbelen in hun moel van die suikerbeestjes. En onze Niklas doet er helemaal niks aan. Doet er helemaal niks aan. Weet wat hij zei? Makkers, stak die wild geraas. Je moet ze met de kop tegen elkaar afslaan. Dan heeft hij meer van die zalven uitdrukken. Hij staat als bij ons in de tuin en zegt hij, hoor de wind waait door de bomen. Dan kun je rustig aan de kant gaan staan, want dan staat hij gewoon in de coniferen echt te ruften. Nee. Dan zit hij een beetje in zijn oase periode van zijn leven. Had hij op een gegeven moment zijn baard afgeschoren, had hij zo zijn stripkel te staan. Zeg, hij werd in de buske van de Finn zitten blaaien. Uit een nachtkastje, met de poten omhoog. Zie je, jongen. Ja, dan denk je ook dat hij deftig moet zijn. Hè? Dat je zijn stripkel, dan denk je dat hij deftig moet zijn. En dan gaat hij net zo deftig praten als die Mies van de puddingreclame. Terwijl van dokter Oetker. Er staat in één keer dokter Utker. En ik denk altijd, mensen die dokter Utker zeggen tegen dokter Utker, hoe zou die dan een koetjesreep noemen? En later. Hoe zit je tegen mij? Dat ga je niet een vrouw te zoeken, man. Zeg, hoezo? Dat gaat goed zo met een dekmantel alle werken. Maar toen kwam er nou met de mouw zelf, had je dan wel een vrouwke? Gevonden uit Papua Nieuw-Guinea. Ja, letterlijk en figuurlijk een aap met de mouw gemeugd te zeggen, want je lijkt wel zo op een aap, hè. En een eind weg, ik zeg, hebben die met die zwarte mannetjes mee gekregen? Nee. Die heb ik via Interpret. Oh. Ja, zit die? Heb ik zijn swaffel-up berichtje gestuurd met zijn gehaarde telefoon. Dat zijn telefoon was allemaal zo overeenstand te wapperen. Ja, ik dacht dat als iemand die zijn schoonmoeder aan de telefoon neemt. Ik zeg, maar we moeten nou toch iemand uit Papua-Guinea? Ja, zit die Papua-Guinea. Ik heb gehoord dat een goed huwelijk een kwestie van vertrouwen is. Maar de interpret is ook niet wat het lijkt. De interpret is echt niet. Dan denkt hij dat je broek naait, maar dat is helemaal niet. De meeste vrouwen die er op die foto staan, die hebben allemaal siliconenborsten. Allemaal siliconenborsten. Jongens en Niklas, wat maakt hij nou toch uit, jongen? Zolang ze geen Tupperware-doos hebben, is er niks aan. Maar vertrouwen, ik heb het er niet op. Ik zei niet zo van vertrouwen, want ik ken met twee woorden die rijmen op huwelijk en dat is gruwelijk en afschuwelijk.